Waar zei je die? Daar rijdt ze. Oh wacht, ik kreeg nu zelf een camera voor de snuffert. Ja, we hebben al een snuffert. Watje. Ah ja. En ik heb zelf ook een camera voor besnufferd. Ik heb nog niet de beugeltjes en materiaal om hem ergens anders te monteren. Dus we hebben het heel even zo met tijdrifts en dergelijke opgelost. En nu kan je, ja precies, Ellen zwaait nu ook naar de camera. We doen het heel even op deze manier. Maar dan hebben we in ieder geval wat aparte beelden. En ik moet even wat GoPro mountjes erbij kopen. En een mini tripod screw mount of iets moet ik er een paar van hebben. Ja, die dingen zijn nieuw, test 495 of zo. Variërend. Ja, variërend inderdaad. Ik heb er een paar op een andere verkoopsite gezien. Die ga ik vanmiddag alsnog even bestellen, denk ik. Want ik had ze al besteld, maar het ging iets niet goed met betalen. Dus dat kwam ook vandaag achter. Dus dat moeten we even opnieuw doen. Goed, op dit moment zijn wij onderweg naar... nou ja, eigenlijk niet. We zijn niet onderweg naar. Om 6 uur hebben wij afgesproken in Amsterdam. Daar gaan we dan ook wezen. En tot die tijd gaan we lekker een beetje cruisen. Al onze nieuwe camera's uitproberen en zo. Ja, nu heb ik je van voren al. Nu kan ik die hele kop gewoon van voren bekijken, weet je. Echt serieus. En dan denken ze dat mensen naar willen kijken, maar serieus. Nou, als jij erbij bent, heb ik in ieder geval meer views. Kijk maar naar die reactie van die Duitser, weet je. Oh ja, we hadden gewoon een beste reactie. Ja, gewoon een Duitse reactie. Dat was ook cool. Ja, maar dat was ook cool, want je deed zo hard lachen. Dat was echt leuk. Ja, dat was echt een leuke dag. Nou, reis door. Ja, reis door. Ja, waarom stop je dan ook? Ja. Ja, je kent de link langs, hè? Nu niet meer, maar... Doet? Wie doet het er nou? Geen idee. Ik hoop niet dat er nou valt. Nee. Hallo. Hey. Rijd door. Volgens mij hebben ze het naar hun zin. Ja, dat nou dus, maar goed, Amsterdam, Droversdorp. 6 uur Droversdorp. In de eerste Atelierstraat. Dames en heren, ik kan het u van harte aanbevelen. Ze hebben daar heerlijk eten voor, nou, niet veel geld. Fuck, ben ik de naam of die burger kwijt. Angus Beef Burger. Oh, als je van vlees houdt en een broodje hamburger en een paar patatjes, van die dikke grote oma frieten. Nou, ik eet mijn vingers erbij op en dat is mijn mening, maar het is een mening. Ja, ik eet mijn vingers erbij op, het is echt zo lekker. Je hebt uiteindelijk wel een servetje nodig om je vingers af te doen, want het vocht druipt eruit van de verse spullen. Het is echt geen McDonald's burger, zeg maar. Het is echt zo verschrikkelijk lekker. Ja, oh. Ja, dat is gewoon een goede kaart met gewoon echt zo'n spul erop. Oh ja, zeker. Burger is natuurlijk één ding. Dat is heerlijk. Er zit ook genoeg vers op, maar ze hebben echt wel alles tot echt fantastische salade tot ongelooflijk goede stukjes. Stukjes vlees, stukjes vis van de week. En... Kangeroevlees. Ja, het is inderdaad een Australisch restaurant. Oh, en dat, die bruine flesjes. Nee. Bundaberg. Gingerbeer, ja, gingerbeer. Het is geen bier, maar ze noemen het gingerbeer. Er zit 0,0 alcohol in. Echt 0,0. Waarom het beer heet, ik heb geen idee. Dat is echt zo lekker. Ja, bijna wel, maar goed, we hebben pas om 6 uur afgesproken, dus wat dat betreft komt het best goed, zeg maar. Ga je voor de gedichtscherm tegen, anders kan het niet.
Ja, zou het nodig zijn? Ja. Dat is zo het voordeel van mijn scherm. Ja, ah ja, dat is een cruiser, hè? Die cruised. Die zwaait niet. Ja. Ja. Ik heb ook een tijd niet gezwaaid, moet ik eerlijk zeggen. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ach, maak het eruit. Je moet zwaaien, kom op. Ja, nou ja, goed, kijk dit. En wat ben jij dan? Nee, dat is het. Ah, oké. Dus ik zwaai. Nou, voor de mensen die voor het eerst kijken, ik rij nou, niet één dag per week. Ik rij eigenlijk woon-werkverkeer, dat sowieso. Dan doe ik niet al mijn camera's mee, want dat heb ik eigenlijk alleen mijn helmcamera bijna maar gesproken. Want het is dat op- en aftuigen, dat kost gewoon tijd. En normaal gesproken, als ik in de auto stap, dan ben ik zo thuis. En nu ben ik gewoon nou, 10, 15 minuten bezig om alles op en af te houden. Ja, en het is aan de ene kant leuk, hè, dat leuk, levert leuke beelden op. Aan de andere kant is het ook weer een beetje overdreven. Ik heb nog geen 360 camera, dames en heren. Ik heb er gewoon echt geen centjes voor. Dat ding is nou, pak een beetje 500, 600 euro. Ja, ik vind het gewoon nog te duur. Wellicht in de toekomst. De 360R vind ik wel Insta360 heet dat ding, geloof ik. En ja, dat is wel een heel mooi dingetje op zich. Er zijn ook hele goede recensies over. Dus, maar goed, nogmaals, 5600 euro, ik heb het er nog niet voor over. Bovendien heb ik het ook gewoon nog niet. Wij gaan deze dagen gaan we lekker op vakantie en dan krijgen jullie weer heerlijke beelden te zien. En op dat moment wil ik eigenlijk zorgen dat beide motoren van zowel Ellen als van mij gewoon voorzien zijn van... hoe zou ik dat netjes zeggen? Camera's. Camera-apparatuur. En eigenlijk wil ik nog een manier verzinnen zodat ook Ellen te beluisteren is via de camera. Maar goed. Dan heb je gewoon twee aparte geluids... hoe zeg je dat? Geluidsstroken. En dan, dat is gewoon veel makkelijker, veel beter. Dan hoeven we niet via de intercom elkaar terug te luisteren. Want via de intercom, je hoort het, het geluid is gewoon lastig. Het is moeilijk te verstaan. Oh, wat mooi dat die camera voor je nu aan staat. Oh, jongen, jongen. Althans, brandt het rode lampje nog? Want dit is allemaal even testen. Ja, de rest zal je ook wel kunnen zien, maar... Ja, ik ben alleen vergeten de losse batterij mee te nemen. Dat ding zit natuurlijk nog niet onder 12 volt. Dus na een uurtje of wat, dan valt jouw camera uit. Maar goed, het voordeel is, bij Bert kunnen we waarschijnlijk wel een micro, mini micro USB ding even lenen om op te laden. En dan hebben we weer wat stroom. Yep, yep. Yep, yep. Nou, die hoorde ik hier zelfs. Wat? Je ogen krijg, ja. Aha. Ik moet zeggen, je ging de bocht net ook een stuk beter door. Ja, maar je draagt er ook gewoon. Je weet van, weet je, de man, er gebeuren geen raar dingen, grip, of wat, jongen. Is oké. Okay. Aha. Dat is echt op stil doen, man. Dat geloof ik. Niet overmoedig, hoor.
Netjes wel. Het is echt grappig om te zien wat voor verschil dat bij jou maakt als je oren, dat je nu wel gewoon die bocht om durft te gaan. Ja, 1.46.9, moet je tanken? Nee. Ah ja, schiet op zeg. Hier kunnen we wel gaan draaien namelijk. Jij. Jij ook, als je maar met reisje even de parkeertrein opduikt, dan kun je gewoon draaien. Als ik straks naar Bloemendaal of goed is, dan weet ik ook nog niks. Ik ben aan het schrapen. Ja hoor, is wel leuk. Aha. Ja. Linksom en rechtsom. Complimenten.